Scheepelijke gamers, welkom allemaal bij toch een tweede ronde van 3 nieuwe mappen die wij gaan bekijken en wat dus te vervangen wordt van Kersenoord. De vorige 3 mappen, dat was niet echt iets dat ik denk van, goh, dat was wel echt leuk om te spelen en er waren ook meerdere mensen waren daarover eens. Dus dan gaan we nu opnieuw weer 3 mappen bekijken en ik zou zeggen, in de beschrijving staat een linkje. Breng even je stem uit en laat weten welke jij het leukst vindt. De vorige keer waren maar iets van, er waren niet zo heel veel stemmen. Dus alsjeblieft, stem allemaal die deze video kijkt, want dan hebben we een iets makkelijker overzicht. We hebben dus 3 mappen, dat is Pelkenie, The Lost Corner en Le Grand Chumet. Dus laten we eerst naar Pelkenie. Ja, ik heb heel wat mods heb ik verwijderd, dat klopt. Dus we gaan eens eventjes kijken. Het zijn wel weer Franse mappen. De Franse mappen zijn toch de mooiste qua sfeer en weet ik veel wat. We gaan natuurlijk onze eigen boerderij gaan we bouwen. Alleen de map is nog niet echt dat ik denk van ja, leuk. Daar moeten we mee verder. Dus we wachten even totdat deze geladen is. En dan gaan we eventjes een klein overzichtje over de map doen. En dan aan het einde van de video breng je stem eventjes uit welke map jouw voorkeur naar uitgaat. En dan gaan we daar eens eventjes naar kijken. Want deze 3 mappen voel ik toch meer aan dan die 3 vorige mappen. Dus ik heb alles met boerderijmanager heb ik het gestart. Dus we hebben niks qua... Ja. Oh, ik zie dat mijn... Oh, mijn filters doen het wel. Ja, het is inderdaad wel weer een Frans mappie. Hij is ook niet zo... Ja, hij is wel redelijk groot. Maar het mooie is dat, je hier verschillende plekken hebt waar je jouw boerderij kan bouwen. Qua multifruit. Deze heeft wel multifruit zoals je kunt zien. Pelkenie, dus triticale. Alfalfa, spelt en mosterd zit erbij in. Dus dat is dan wel weer leuk dat we extra... velden of extra gewassen hebben. Laten we dan eventjes gaan kijken. Dit is de map op zich. Het zijn redelijke kleine en grote en middelgrote velden. Dus dat is op zich ook prima. En hier en daar zijn er ook een aantal plekken waar je je eigen boerderij kan bouwen. Uiteraard is het ook mogelijk om een veld helemaal om te bouwen. Maar ik zag deze plek, zag ik hier. Dus laten we eventjes gaan vliegen. Deze lege plek is op zich wel geinig om daarmee te beginnen. Het is ook een beetje een beetje allemaal onkruiden, wat het langzamerhand allemaal weghalen. Alleen het nadeel is dat hier niet echt kleine velden zijn waar we mee zouden kunnen beginnen. Dus we vliegen ook gewoon eventjes over de map heen, dat jullie ook een beetje een idee hebben hoe het eruit ziet. Ja, we hebben dus in principe hier zouden wij een boerderij kunnen bouwen. Dan hebben wij, moet ik even kijken, verderop hebben we bijvoorbeeld nog een plekje. Hier is nog iets van een bedrijf. Hier zijn er wat kleinere velden. Het grote viaduct loopt er ook even overheen. Maar voor mij is dit de trein, waar de trein overheen gaat. Dus dat is natuurlijk ook wel weer geinig. Dan hebben we hier bijvoorbeeld veld 87. Het is alleen jammer dat dit... dit dan behoorlijk heuvelachtig is. Het zou wel kunnen, maar dan krijgen we allemaal van die scheve, kale, rare plekken, zeg maar. Dus daar moeten we eventjes naar gaan kijken, welke plekken wij dan gaan doen. We hebben hier eventueel ook nog een heel klein plekje. Alleen, ik weet niet of dit een ideale plek is. Dan heb ik toch liever die plek. Nou, dan heb je natuurlijk het kleine stadje. Hier in het midden heb je eventueel ook nog met een omheining echt midden in het dorp. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Dan kunnen we bijvoorbeeld via deze weg kunnen we eruit. Of via deze weg. Want ik denk dat dit de officiële boerderij zou moeten zijn. Maar wij bouwen natuurlijk onze eigen boerderij. Dan hebben we natuurlijk nog allemaal andere plekken die we eventueel kunnen gaan gebruiken. We kunnen ook gewoon... bijvoorbeeld hier op het eilandje kunnen we bijvoorbeeld beginnen. Ik weet niet of dit redelijk vlak is. Nee, niet echt. Maar ja, er zijn in ieder geval mogelijkheden. Of bijvoorbeeld dit stuk. Dat we dit huis, als dat kan, weghalen. Verder heb je... Ja. Er zijn allemaal mogelijkheden, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk toch... dat qua ligging denk ik dat deze plek heel erg geschikt is. Hier zit dus bovenaan in de map, zoals je kan zien. Hier en daar wat velden, kleine velden, gehoorde velden. En anders moet ik maar een klein stukje verder rijden. Dat is op zich ook niet zo heel erg. Maar we moeten ook even kijken welke velden ons bevallen. En hoe dat allemaal het beste eruit ziet. En ja, dat is natuurlijk ook eventjes een dingetje. Ja, dan kunnen we nog eventjes deze kant op. Want dit zijn volgens mij allemaal fabrieken. Dus deze kunnen we niet echt weghalen. Dit stuk. Hier een leuk rotondetje. Is ook geinig gedaan. Dus er zijn wel mogelijkheden om onze eigen boerderij hier te bouwen. Hier nog een klein veldje. Dat vind ik op zich ook wel een geinig plekje. Het is ook redelijk vlak, zoals je kan zien. Met een hele bosrand eromheen. Dat vind ik ook wel nice. Als we hier het boerderijtje bouwen. En hier zijn ook wat kleinere velden waar we mee zouden kunnen beginnen. Dus dat is wel geinig. Maar ja, dit is dus Pelkenie. Het voordeel is dat deze map ook... ja, multifruit heeft. Alleen het is wel opnieuw een Franse map. Ja, de Franse mappen blijven toch het mooiste, vind ik persoonlijk hoor. De Franse mappen die hebben gewoon heel veel sfeer en het ziet er allemaal hartstikke leuk uit. Het is goed in elkaar gezet. Dus ja, mijn voorkeur gaat nog altijd uit naar, naar een Franse map. Dan gaan we nu naar The Lost Corner. En dan gaan we daar eventjes overheen vliegen. Alright, nou daar zijn we weer. Op de Lost Corner. Het nadeel is dat deze map... Oh, deze map heeft ook multifruit. Ik dacht dat deze dat niet had. Mosterd, barley en wheat hebben we hier. We doen hier hetzelfde riedeltje. We gaan hier eroverheen vliegen. We pakken de map erbij en we gaan eens eventjes kijken. Nou ja, het voordeel aan deze map is... je hebt kleine veldjes. Alleen de map is wel redelijk groot. Niet dat dat heel erg is, maar... We kunnen opnieuw weer alle kanten op. Het is ook wat vlakker als die andere map. Nou, we zouden dus bijvoorbeeld hier een boerderij kunnen bouwen naast de biogas. Hier op het grasveld langs het water zouden we een boerderij kunnen bouwen. Bij de rotonde zouden we een ding kunnen bouwen. Want het is wel zo officieel, de officiële boerderij, dat bevindt zich... Hier. Dit is de officiële boerderij als het goed is. Maar ja, dat gaan we natuurlijk niet gebruiken. Want we gaan onze eigen boerderij bouwen. We kunnen alles wel slopen. Alle trekkers et cetera verkopen. En het hele soortje slopen. Dus die schuren weg, dat weg. Dit weg, zus weg. Dan zouden we daar wat kunnen bouwen. Ja, deze map is wel wat vlakker als de andere mappen. Dus dat is wel eventjes een dingetje. Alleen qua afwerking vind ik Pelkenie beter. Want het is hier gewoon één vlak bende. En in één keer woep houdt de map op. En dan kijk je in een groot gat. Dat is dan wel weer nadeel. En deze map is ook iets groter. Maar ja, wat ik zeg. Het voordeel is wel weer dat wij multifruit hebben. Nou, hier heb je natuurlijk een paar mooie kleine velden. Waar we een boerderij eventueel zouden kunnen bouwen. Hier hebben wij... Ik denk dat dit ook iets van de boerderij zou moeten worden. Nou, dit kunnen we allemaal slopen en onze eigen boerderij ervan maken eventueel. Ja, uiteraard zijn mogelijkheden eindeloos. Dit is volgens mij een paardenrenbaan of iets. Ik weet niet echt wat dit voor iets is. Oh, iets hoger. Maar hier, deze map is wel wat vlakker als Pelkenie. En dat is in bepaalde sectoren is dat natuurlijk heel makkelijk. Omdat we natuurlijk wat makkelijker kunnen bouwen. We kunnen overal op het veld, zouden wij eventueel onze boerderij kunnen bouwen. Dan kopen we gewoon een stuk land, ik noem maar wat. Weet ik veel, hier in de hoek. Dat we dit helemaal, dit stuk weer wel hier zo. Deze twee velden kopen 43, 44... Dan hebben wij de viaduct, kijken wij naar uit. Of hebben we een achtertuin, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is een idee. We hebben hier ook al wat schuurtjes, maar eigenlijk zouden we die niet moeten gaan gebruiken. Dit was ook een heel mooi stuk geweest, alleen dat valt buiten de map. Dus dat telt niet meer. Maar ja, je kunt gelijk zien dat deze map een stuk vlakker is. Hier, we hebben natuurlijk nog niet zo'n heel groot stuk land nodig, maar we moeten wel eventjes kijken... Wat het makkelijkste is om mee te beginnen. En dat we ook naar de toekomst gaan kijken om uit te breiden. hoeveel afleveringen er komen van de nieuwe map, dat zien we dan wel. Want ja, de video's worden natuurlijk ook een stuk minder nou, omdat ik fulltime werk. Dan heb ik gewoon geen tijd meer voor video's. De livestreams gaan wel gewoon door. Dus daar kunnen jullie gewoon gezellig meekijken op twitch.tv/bokkengames. Maar dit is Pelkenie. Deze map voel ik ook meer als die andere mappen die we net hebben gehad. Dus, en ja, wat ik zeg, de mogelijkheden zijn eindeloos. Hier bij de rivier bijvoorbeeld is ook leuk om te doen. Bij de rotonde, maar ik denk dat mijn voorkeur dan naar dat viaduct gaat. Dat vind ik wel geinig. We hebben een viaduct in de achtertuin. En dan hebben we in principe ook wel het kanaal hebben we naast ons. Dat is ook altijd wel leuk. Ik weet niet of de bootjes varen, maar dan hebben we gewoon een mooi uitzicht. En er zijn toch mooi wat kleine veldjes bij waar wij heel goed mee kunnen beginnen. Zoals 45, 46. Dus dit is wel een hele mooie plek om te bouwen. Hier. In The Lost Corner. Dat is dus een beetje in volgevlucht de Lost Corner. Ik vlieg er gewoon met jullie overheen dat je een beetje een idee krijgt van hoe de map eruit ziet. En we hebben een voordeel dat het multifruit heeft. Dus we hebben extra gewassen wat we kunnen inzaaien. En dat was natuurlijk met Pelkenie was dat ook zo. En dan heb ik nog 1 map voor jullie te gaan. Dus die start ik eventjes op. En dan laat ik jullie die ook eventjes zien. En dan hebben wij de map Le Grand Chumet. Hier heb je in principe al een vlak gedeelte waar we al kunnen bouwen. Officieel horen hier natuurlijk gebouwen bij. Dat vind ik dan wel leuk dat we allemaal Nieuw-Hollands hebben. Maar dit gaat natuurlijk allemaal weg. En dan halen we onze eigen euro's bij elk ander. Dus laten wij ook hier eventjes overheen vliegen. Volgens mij had deze map geen multifruits. Nee, deze heeft gewoon een standaard mappen. Standaard gewassen. En het is een klein, maar fijn mapje. Dus ik zet heel eventjes de snelheid weer aan. Zo. Sfeer heeft deze map op zich ook wel. We hebben hier natuurlijk een hele grote plek waar we kunnen gaan bouwen. Nou, ik denk ook, stel als deze map het wordt, dan zou dit helemaal onze boerderij worden. Officieel horen hier gebouwen te staan. Maar het is gewoon een klein, maar fijn mapje. Het is, voor singleplayer is dit wel ideaal. Alleen wat ik wel een groot nadeel vind, is dat we natuurlijk weer geen multifruit hebben. Dus we hebben geen extra gewassen op deze map. Ja, hier valt op zich niet zo heel veel aan te zien. De sfeer is zeker aanwezig met alle bomen, de windmolens, de gebouwen. Alle velden zitten natuurlijk in een bomenkring. Dat vind ik ook altijd wel mooi. Alleen het is wel zo, het is gewoon obvious om hier de boerderij te bouwen. En in die andere 2 mappen kunnen we gewoon zelf ergens een boerderij bouwen. En we hebben natuurlijk ook nog multifruit. Dus dat. Dus het is wel wat beter afgewerkt als de Lost Corner. Want dat ging het in één keer, houdt in één keer de map op. Het is wel beter afgewerkt. Het is niet dat het in één keer naar beneden gaat. De stroompaal gaat verder. Er zijn gewoon overal in de achtergrond zijn allemaal dorpjes en velden en wateren en weet ik veel wat. Dus maar deze map heeft ook zeker sfeer. Zoals bijvoorbeeld hier met dat stenen padje. Vind ik ook leuk. Hier zo, dat oude stenen pad. Wat helemaal door de boes heen gaat naar je boerderij. Vind ik ook leuk gedaan. Heb ik niet bij de andere mappen gekeken. Maar wat voor een tekstjes hebben we hier allemaal? De standaard dingen. En we hebben dus niet deze tegels. Als we ooit een keertje ergens willen uitbreiden, dat wij niet die tegels kunnen doen. En dat vind ik best wel jammer. Dus dit is Le Grand Chumet. Welke map denk jij dat dat heel erg mooi zou worden? Ik denk zelf een van de andere 2. Ik vind die andere 2 vind ik hartstikke mooi. Ze hebben alle 2 multifruit. De ene is groter en wat ruiger qua landschap. En de andere is kleiner en vlakker. Alle 2 hebben ze multifruit. Dus ja, breng je stem beneden in de link. Alsjeblieft, iedereen ga stemmen, want dan hebben we de meeste stemmen. En dan kunnen we dus op die manier zien welke map in principe de meeste stemmen heeft gekregen. Ja, ik ben benieuwd als je nog ideeën hebt natuurlijk voor de nieuwe serie. Laat het weten in de reacties. En ik ga jullie nou beloven, als een van deze drie mappen het wordt, dan gaan we eindelijk beginnen met een nieuwe map. Dus breng je stem uit. Link in de beschrijving. Kan ook op een telefoon of tablet. Daar klik je op. Breng je stem uit en dan ben je klaar. Dus ja, laat het weten in de reacties. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Kalm!